Toch lieve mensen van Kleine Frikkie, ik heb een haar in mijn mond. Mijn naam is Lotte en welkom op mijn kanaal. En vandaag heb ik me toch eens even een storytime voor jullie. Meestal doe ik storytimes van dingen die me in het verleden zijn gebeuren, maar dit is me letterlijk net gebeurd. So what happened was... vandaag is het... het is nog steeds 4 december. En op 4 december is Jin van BTS jarig. En... dat vieren we. Talented, brilliant, incredible, amazing, showstopping, spectacular, never the same. Toen Jin postte op zijn verjaardag, liet hij op fancafé weten dat hij, zeg maar die dag, hij postte rond een uur of 12 s'nachts, dus dat hij dan die dag daarop live zou gaan en dat hij weer videogames zou gaan spelen. Jin die houdt van gamen en heeft al eerder een paar keer een stream gedaan waarin hij iets met videogames deed. En dit keer had hij erbij gezet 2 spelletjes waarvoor we ruimte moesten maken op onze pc. Want hij speelt dan vaak met armies en dat is hartstikke leuk. En dit keer stond er MapleStory bij. Ik speel het al sinds de beta en dat is echt al meer dan 13 jaar geleden. Dat is echt zo bizar lang geleden al. Het was mijn allereerste online MMORPG game. En toen ik BTS leerde kennen kwam ik er al gauw achter dat de jongens en met name Jin helemaal weg zijn van MapleStory. En het is in Korea nog best wel het is in Zuid-Korea nog best wel een grote game ook. Nou was het laatst ook alweer in Bon Voyage dat ze het in een aflevering hadden over... over een pannendeksel uit MapleStory. En ze hadden het erover en zonder dat het erbij stond, wist ik gewoon meteen waar het over ging. En dat is niet de eerste keer dat ze MapleStory referencen in een video. Dus ik vind dat echt hartstikke leuk. En toen is een beetje bij mij, zeg maar, het stiekem een bucketlist item te komen van... wat zou het leuk zijn om ooit met hun MapleStory te spelen. En ik wilde wel graag op de Koreaanse server, maar dat is ontzettend moeilijk vanuit Europa, vanuit waar dan ook anders in de wereld dan Azië. Want je hebt namelijk een Koreaans burger service nummer nodig. Daarom heb ik daar eigenlijk nooit echt naar gekeken, want het is namelijk, het wordt gezien als identiteitsfraude als jij zomaar iemand zijn identiteit nakt en een account aanmaakt op iemand anders zijn naam. Maar er zijn mensen die op hun naam en hun social nummer, zeg maar, meerdere accounts maken voor bepaalde games. En dan verkopen ze die accounts aan mensen buiten Zuid-Korea, zodat die ook de desbetreffende spelletjes kunnen spelen. Dus ik zat een beetje, want ik had dus eigenlijk al een hele tijd in mijn hoofd van, oh, dat lijkt me echt heel cool. En ik zou best wel op die Koreaanse servers ook willen spelen, want daar wordt MapleStory over het algemeen ook wel iets serieuzer genomen soms. En is de community over het algemeen ook iets, ja, iets anders dan in Global. En ja, omdat ik het al zo lang speel, wilde ik dat gewoon ook eens een keer ervaren. Want het spel komt origineel uit Zuid-Korea. En nou zit er natuurlijk best wel een verschil in qua tijdzone, Nederland en Korea. Dus ik had niet zo heel lang de tijd om dat allemaal voor elkaar te maken. En dus toen heb ik gekeken naar websites en individuele mensen die dus accounts verkochten die zij dus aan hebben gemaakt. In het beste geval krijg ik een account en is dat hartstikke leuk. En in het slechtste geval word ik gescamd en ben ik 10 euro kwijt. Dus ik via zo'n sketchy ass website een account bestellen. En maar wachten en wachten en wachten. En er stond dat er binnen 24 uur op de mail, zeg maar, op de bestelling gereageerd zou worden. En ik denk van ja, ik heb geen 24 uur, want die gozer die gaat straks live. Op een gegeven moment begon ik gewoon een beetje wantrouwig te worden. En dacht ik van nou, dit wordt hem niet. Dus laat maar zitten. Dus ik ben lekker mijn bedje ingegaan. En nou, ik slaap slecht de afgelopen nachten. En om 3:30 was ik dus nog wakker. Maar ik begon wel een beetje moe te worden. Een beetje in te dommelen. En toen kreeg ik een mailtje dus van die bevestiging van dat account. En toen appte ik Don en ik vroeg het in mijn Discord server aan mijn mods van jongens, moet ik dit doen? Moet ik er nou nog voor gaan? Want ik wilde, als het zeg maar zou lukken, wilde ik het graag opnemen. En toen zei Don en mensen in mijn Discord, die zeiden ook van ja, it's a once in a lifetime opportunity, Lot. Ik zou het doen als ik jou was. Dus toen ben ik uit bed gegaan, alles klaarzetten. En jawel, het account deed het gewoon hartstikke prima. Moest wel eventjes goed kijken waar ik alles in moest vullen en dergelijke. Want het is natuurlijk helemaal in het Koreaans. Ja, ik had dus de game gedownload. En ik wilde hem opstarten.
deed het niet. Het bleek dus zo te zijn dat omdat het script in het Koreaanse schrift, dus in het Hangul, is geschreven, kan hij niet zomaar dat lezen tenzij hij die taal kent. Dus ik moest mijn hele taal veranderen van mijn Windows. En toen had ik dat inmiddels gedaan. Ik probeerde de game weer op te starten, gaf dezelfde foutmelding. Bleek dat ik nog een optie anders moest zetten om specifiek zeg maar die codering aan te passen. Die taal van dat soort dingen. Zodat hij dus MapleStory de game zou herkennen in het Koreaans. Dus dat kon ik niet vinden in het Koreaans. Dus ik de hele boel weer terugzetten naar het Nederlands. En wel geteld heeft dit echt lang geduurd. Want hij moest telkens zeg maar dan dat helemaal weer updaten. Nou, dus ik alles weer naar het Nederlands. En volgens weer alles naar het Koreaans. Nu heb ik het goed gedaan. Hartstikke mooi. Ik start de game op. En eindelijk kom ik in de game. Al wil ik een character aanmaken, moest ik in het Hangul een captcha invullen. Dus ik kijk naar hoe ik mijn toetsenbord in het Koreaans kon zetten. Google erbij. Koreaanse toetsenbord layout. Zodat ik wist waar zeg maar de toetsen zouden zitten. Ik die freaking captcha invullen. Nou ja, mijn naam ook maar meteen in het Koreaans ingevuld. Eindelijk. Na echt wel 16 keer die captcha proberen. Omdat het zo onduidelijk geschreven was. Dat ik het gewoon elke keer fout had. Echt verschrikkelijk. Kwam ik eindelijk in de game. We zijn echt behoorlijk al wat uurtjes verder inmiddels. En nou, toen moest ik nog grinden tot level 30. Want dat zei hij in zijn post. En ik ging ervan uit dat hij een beetje, ja, een soort van party quest of jump quest of iets dergelijks wilde gaan doen waar je level 30 plus voor moest zijn. Op Korean MapleStory moet je best wel gewoon grinden voor je levels. Uiteindelijk denk ik van, nou, ik ga gewoon een beetje naar de bekendste stad toe, naar Hennessy's. En er waren al wat mensen aanwezig. En ik kom tot het punt waarop ik eindelijk clipjes kan gaan laten zien van dit hele avontuur. Dit was echt, ik denk een half uurtje, een uurtje nadat ik de server joinde. Tel daar nog eens een uurtje bij op, toen kreeg je dit. Tel daar nog een uurtje bij op en ondertussen dat ik een paar keer wat geleveld had, want ik begon toch wel erg moe te worden, er gebeurde verder niks. Ik zat alleen maar te wachten tot Jin live zou gaan, want ik wist niet wanneer, dus ik heb nog wat geleveld verder. Toen gingen mensen skills lopen spammen en toen werd het nog drukker en nog drukker en zat echt gewoon die hele map die zat vol met mensen. En uiteindelijk ging die dan toch ineens live. En hij noemde het ook nog echt Surprise V-Live. Anyway, het begint met Jin zijn freaking hoofd. Van dus wat wij het dus allemaal als profielfoto hadden. Hadden ze op een taart geplakt. Ah, 여러분, 안녕하십니까? Oh, 반가워요, 여러분. En de muren van het hokje waar die zat, zaten ook helemaal onder dat hoofd van hem. En ik, oh my god, dan weet je ook wel wat voor stream het gaat worden natuurlijk. Nou, toen kwam het hoofdcadeautje van de avond, Jimmy, nog binnen wandelen met een strikje om zijn hoofd. Echt super cute. Oh, Jimmy! Jimmy! Oh, Jimmy! Oh, 선물이! Oh, 선물이 이거 너무 엄청난 거 아니야? Oh, Namjoon kwam langs, die later ook nog super geïnteresseerd mee aan het kijken was naar MapleStory. Namjoon die speelt het ook. Jaehoop kwam ook nog langs, die Jin voor zijn kont mapte. Ja, Jaehoop! Er in die eerste ging hij een ander spelletje doen. Nou, dat was niet super interessant voor ons. Maar ondertussen werd het natuurlijk steeds drukker op die server. Want
ja, het ging ervan komen, het ging ervan komen. En mijn filosofie was gewoon van, als ik niet uitlog, dan hoef ik ook niet in te loggen. Als ik niet uitlog, dan kan ik niet met connectivity issues gaan lopen dealen van dat die de server niet wil bereiken of whatever, want ik ben er al. En meestal is dat wel een beetje hoe het werkt in MapleStory. Opgestaan, plaats vergaan, channel vol is channel vol, dan kom je er gewoon niet meer in. Tenzij als je er bent, dan heb je een veel stabielere connectie met de server en de channel waar je in zit. En uiteindelijk was het dan toch zo weer er in die MapleStory spelen. Dit is dan weer echt weer mijn geluk. En natuurlijk had ik het wel een beetje kunnen voorspellen, want ik zit natuurlijk op een Koreaanse server te spelen. Dus het is niet echt glasvezel of niet. Het maakt ook echt geen drol uit, want de verbinding is gewoon niet super. Dus Jin die komt die server binnen en al die andere mensen die komen er ook bij. En iedereen gaat lopen spammen en mijn hele computer loopt vast. En alles crasht en ik kwam gewoon de eerste volgende 20 minuten, 15 à 20 minuten kwam ik gewoon niet meer überhaupt de game in. Die wou niet eens meer opstarten. Echt verschrikkelijk. Ik dacht van, ben ik hier nou de hele nacht voor opgebleven? Want dat zou echt gewoon... Ik bedoel, het is al kansloos, maar dat zou helemaal erg zijn. Nou, uiteindelijk kwam ik de game weer in. En dat lag deels aan Jin, omdat hij besloten had inderdaad een jump quest te gaan doen. Daarvoor ging hij naar een ander stadje. En daarvoor ging hij ook naar andere channels. Dus hij was aan het channel hoppen, waardoor steeds niet iedereen in dezelfde channel zat. En dat deed hij, omdat elke keer als ze dan die map inkwamen, dan moet je een soort parcoursje afleggen. Maar als er zoveel mensen zijn en er gespamd wordt en mensen allerlei animaties en weet ik veel wat gebruiken, dan kan jij niet meer zien waar je loopt. Dan val je telkens naar beneden. Dus Jinny was constant aan het channel hoppen. En dat was voor mij een pluspunt, want zo kon ik tenminste weer normaal de server op. En toen kon ik tenminste normaal weer channels gaan joinen. En toen kon ik ook gaan channel hoppen. Hij is er gewoon. We zijn gewoon lekker met z'n allen samen aan het spelen. Dus ik heb ook het een en ander heen en weer gehopt. En ik heb het goed geprobeerd, maar het is nog steeds hetzelfde als 13 jaar geleden. Ik bak er geen ene hol van, die jump quest. Ik kan het gewoon niet. Mijn brein kan gewoon geen platform games aan. I don't know. En op een gegeven moment sta ik daar en ik wist dat die in mijn mapje zat. Daarom was ik ook druk aan het typen, want ik wilde bedenken wat ik zou gaan zeggen. Want nou, hij viel telkens naar beneden en dan keek hij weer even en las hij eens een comment voor of whatever. En... Jongens, Jin is voor mij gevallen. Hij kwam echt uit de lucht vallen. Voor mijn neus. In zijn onderbroek. En
En ik was pretty sure dat hij het was. Want ik had al door, zeg maar, via zijn stream en dergelijke. Ik wist hoe zijn character eruit zag. Ik zat er dus echt naar te kijken. En het geef even zo'n sprongetje in mijn hart. Zo van, omdat het zo druk was. Mensen die konden hem eigenlijk constant niet zien. En iedereen was gewoon ook bezig met het spelletje spelen en zo. En toen stond hij gewoon zo even zo voor me. Ik kon niet uit de lucht vallen. Ik moest er zo hard om lachen. Mijn stiekem bucketlist droom komt uit. Ik ben met Jin MapleStory aan het spelen. Dat ging nog eventjes zo door. De content daarvan is gewoon heel saai, jongens. Er werd ook zoveel gespamd. Maar ik had echt de tijd van mijn leven. Dat kan ik je wel vertellen. Ik was zo happy. Ik was zo blij. Link 나지 마. 여기 있지? 아무것도 Dat was echt heel grappig. En uiteindelijk ging hij weer terug naar Genesis. Dus ik denk, nou oké, ga ik daar ook maar heen. Was gelukkig iets minder druk dan aan het begin. Omdat een heleboel mensen waren afgehaakt. Omdat ze constant channels moesten switchen. En de meeste mensen die volgden het ook gewoon niet meer. Zei hij nog van alles tegen armies. Dat kon ik niet helemaal... ik kon het niet helemaal vertalen, zeg maar, wat hij zei in de stream. Maar het was wel echt heel gezellig. Want aan het begin, jongen, weet je... De armies waren allemaal met elkaar aan het kletsen. Iedereen was gezellig. En ook al was het online, kreeg ik toch weer een beetje die concert-vibes. Want ja, armies worden echt de meest toxic fandom in de K-pop cultuur genoemd. Alleen, ik snap wel waar het vandaan komt. Want ik ken echt een heleboel hele toxic BTS en K-pop fans. Maar over het algemeen is het wel, weet je, een familie. We hebben allemaal één dezelfde passie. En dat vind ik echt fantastisch. En hierbij kreeg ik weer datzelfde gevoel. En ik ben blij dat ik hemel en aarde bewogen heb om dat waar te kunnen maken. Want dat was voor mij toch best wel een bijzonder momentje. En overigens is dit de tweede keer dat Jin me recht in mijn ogen aankijkt. Wil ik jullie wel even weer aan herinneren. Goed, dat was mijn storytime van hoe ik mijn favoriete videogame samen met Jin van BTS gespeeld heb. Ik weet dat je naar de titel hebt gekeken en waarschijnlijk gedacht hebt van, what the fuck lul jij? Maar het is echt gebeurd. Nou, en eventjes off topic, ja, een klein beetje on topic, topic van K-pop. Ik ga in januari samen met mijn vrienden en mijn vriendje ga ik naar D6. En ze zijn echt heel erg goed, ze zijn heel erg tof. En het allerleukste is dat bij de kaartjes die Don en ik hebben, daar zit een high touch event. Dus ik ga hun de hand schudden. What? Jongens, doe even een duimpje omhoog op de video als je deze leuk vond. Abonneer op mijn kanaal en download MapleStory. Is een fucking leuke game. Ik ben niet gesponsord, maar dat hoeft ook niet. Oké, ik zie jullie de volgende keer weer. Later.